Hallo allemaal en welkom bij het videoweerbericht van vandaag, woensdag 3 mei 2023. We hebben nog altijd te maken met de aanvoer van vrij koele lucht vanuit de noordelijke richting. De dag is dan ook erg frisjes gestart, maar doordat er heel veel zon is, gaan de maxima vandaag toch iets profiteren daarvan en iets hoger uitkomen dan gisteren. We kunnen toch wel een 11-12 graden noteren aan de kust, landinwaarts. Zal dat een beetje afhankelijk zijn van waar je zit en zitten de maxima tussen 13 en 15 graden. Let op, dat zijn altijd maxima onder thermometerhut. Dat wil dus zeggen dat als je in de zon beschut uit de wind zit, ja, dat daar die temperatuur natuurlijk veel hoger uitvalt. Op het terras bijvoorbeeld, daar kun je gemakkelijk een aantal graden daarbij tellen en is het t-shirt weer. Maar uit de zon en in de wind, ja, dan voel je toch wel direct nog altijd die frisse achtergrond. Voor de rest valt het weerbeeld enorm mee. Heel veel zon, geleidelijk aan in de loop van de dag het opduiken van wat hoge sluierwolken, maar veel stelt dat niet voor. Die wind die waait trouwens ook niet zo heel erg hard. Gisteren was die wat meer in het weerbeeld aanwezig dan vandaag. Het is een zwakke tot matige wind. Aan zee kan die eventueel iets feller waaien. Vanavond en vannacht dan neemt de bewolking geleidelijk verder toe. Daardoor gaan de minima niet zo diep wegzakken. We zitten rond een 5 tot 7, 8 graden tegen de ochtend. Ook geen vorst aan de grond, dus dat is allemaal goed nieuws. En dan morgen, ja, dan wordt het geleidelijk aan wel wat onstabieler. Maar morgen komen we in veel warmere lucht terecht. De wind die zal naar een oost- tot zuidoostelijke richting draaien. En daarmee wordt die koude lucht te pas afgesneden. Er komt een veel warmere luchtsoort binnen. En morgen zou wel eens de eerste dag kunnen worden waarop we op grote schaal de 20 graden voor het eerst deze lente noteren en zelfs overschrijden. Op vele plekken zou het 20 tot 22 graden kunnen worden. Trouwens ook de kust doet mee morgen, want ook daar is de wind aflandig uit een oost- tot zuidoostelijke richting. Het is dan wel niet meer zo zonnig, de bewolking neemt toe en in de loop van de middag krijgt die zon het wel moeilijker, maar toch gaan die temperaturen daar niet echt hinder van ondervinden. Tegen de late middag, avond, al zou het wel eens eerder zelfs richting de nacht kunnen zijn, is er dan kans op een plaatselijke regen- of onweersbui. Vrijdag wordt het dan veel onstabieler. Wolken en opklaringen wisselen elkaar af en er is kans op het voorkomen van een aantal verspreide regen- of onweersbuien doorheen de dag. Dat wordt dan toch wel regelmatig een natte douche. Maar het blijft zacht met maxima tussen 16 en 18 graden. Zaterdag zouden de buien zich beperken tot een paar verspreide exemplaren, maar niet echt heel veel. Er zullen er zeker wel zijn en voor de rest krijgen we een mix van wolken en opklaringen, terwijl de temperaturen zowel vrijdag als zaterdag toch een stukje terugvallen. Tussen 16 en 18 graden komen we dan uit. Voor het vervolg zet ik er dan even de pluim bij. Zo zie je vanaf zondag dat de onstabiliteit erin blijft, dat is de onderste grafiek, de neerslaggrafiek. Daarin zitten toch wel redelijk wat neerslagsignalen, maar het zal waarschijnlijk om buige neerslag gaan, want we komen terecht in een regime van lage drukgebieden, wat niet altijd wil zeggen dat het even slecht weer is. Nee, er zitten daar zeker ook goede perioden tussen, maar de bewolking neemt wel toe en er kunnen van tijd tot tijd wel eens wat buien of perioden met regen zijn. Het blijft wel zacht, het lijkt er nu toch echt wel op dat we die episodes van frisse en koude noordelijke luchtstromingen voorlopig eventjes hebben afgesloten. Zo, bedankt voor het kijken. Ik heb nog één mededeling. Op het eind van deze video zit opnieuw een leuke link verborgen. Een link naar een video die mijn zoon Jel heeft gemaakt. En dat gaat over een oud verlaten weliswaar nest van de Aziatische hoornaar. Je weet wel, die exoot die onze inheemse insecten het leven echt wel zuur maakt. Kijk alvast mee. En bedankt voor het kijken naar deze video. En tot morgen. Dag.